Ik ben Dominique Hermans van Energie in Balans. En vandaag geef ik je een leuke tip in verband met een manier om naar een betere, diepere ademhaling te gaan. Een bewustere ademhaling. Een ademhaling die je kan gebruiken om je van een doemomentje, een stressmomentje, naar het nu te brengen. En jouw lichaam gewoon te leren om meer in het nu en meer naar een rustpunt te komen. Ik heb het eigenlijk, ik vind het een krachtige tip. Het is eigenlijk een ademhaling die gerelateerd is aan de ademhaling die Don Aiden de Darth Vader breath noemt, maar die ik nog altijd vrij moeilijk vind. En de ademhaling die ze in de yoga de Ujjayi breathing noemen. Maar de tip is de volgende. We gaan eigenlijk, en ik ga het al beginnen doen, je gaat eigenlijk beginnen fluisteren. Je gaat beginnen fluisteren. En dat brengt eigenlijk jouw luchtweg in een bepaalde positie die nodig is om veel dieper en breder te ademen. Dus de luchtweg wordt hier in vasodilatatie gebracht. Die komt heel open. En doordat je in die fluisterstand bent, dan ga je gewoon vanaf dat moment rustig beginnen inademen, langs de neus en uitademen, langs de mond. En dan gaan jullie direct horen hoe diep die ademhaling is. Dit was de tip. Dus wat je gewoon moet doen, is, oké, ik wil me even bewust naar mezelf komen en ik ga mijn ademhaling gebruiken. Ik ga even naar een zijnmomentje komen. Dan ga je deze ademhaling gebruiken. Ik noem ze de fluisterademhaling, want wat je gaat beginnen doen, je gaat eerst een klein beetje fluisteren en dan ga je gewoon rustig beginnen inademen langs de neus. En uitademen langs de mond. Zo, gebruik vanaf nu deze diepere, krachtige, energetische fluisterademhaling om van een doe- en actiemomentje of een stressmomentje terug te komen naar een nu- en een zijn-momentje. Aan de slag. Tot de volgende keer.